Haar hoofdpersonage ontmoet een gewelddadige journalist. De auteur ontwaakt als vermoeide beer. De auteur is een moe getreiterde beer wat haar omgeving ontgaat. De auteur ontwaakt opnieuw en is geen beer meer, nog een auteur. De auteur krijgt een paniekerig telefoontje van haar uitgever. Ze houdt er toch niet mee op. De auteur stopt niet. De auteur draagt. De auteur verlangt. De auteur schrijft graag voor toneel, verspreidt zich over lichamen en stemmen, geneest door de eenwording van een gezamenlijke creatie. De auteur schrijft een verhalenbundel. De auteur houdt veel van verhalenbundels, de markt houdt niet van verhalenbundels en dus houden de meeste mensen ook niet van verhalenbundels. De auteur doet het niet voor de prijzen, maar verzet zich tegen de manier waarop de prijzen verhalenbundels uitwisselen. De auteur schrijft een verhalenbundel. De auteur krijgt bezoek van de hoogst aangeschreven auteurs uit het verleden en hun roemrijke personages. De auteur doet er wat mee. De auteur heeft er lol in. De auteur staat buiten zichzelf van woede te schreeuwen: ik wil harmonie! De auteur denkt geregeld aan die zin terug en moet dan om zichzelf lachen. De auteur voelt zich al veel beter. De auteur kijkt de agressor in de ogen en ziet het kind. De auteur moet sommige mensen vermijden en de meeste doseren. De auteur richt zich op het positieve, maar het positieve richt zich soms lang niet op de auteur. De auteur richt zich op het plezier. De auteur ontmoet nieuwe vrienden. De auteur heeft oude vrienden. De auteur richt zich op de literatuur. De auteur ziet andere auteurs en bewaart waardevol werk. De auteur werkt zonder ophouden. De auteur is oprecht dankbaar voor de kansen en de erkenning en oprecht wanhopig over het onbegrip en de haat. De auteur wordt aangevallen door het verleden, is bang van het heden en de toekomst. De auteur vindt hulp voor haar slaapprobleem. De auteur telt haar zegeningen en haar lasten. De auteur schrijft. De auteur leest. De auteur weet zich ontroerd door de gedichten van de oudste ons bekende auteur, een vrouw. Ze vallen elkaar in de armen boven meer dan 4 millennia. De auteur heeft ooit het licht gezien en daar is iets van overgebleven, de eenvoud van de eenwording die je moet overkomen. De auteur sluit zich aan bij een collectief. De auteur richt zich op het theater. De auteur schrijft een verhaal. De auteur is een oeuvreschrijver. De auteur krijgt voor de tweede keer een oeuvreprijs. De auteur drukt haar dankbaarheid uit en houdt haar hart vast voor de vernielzucht die dit nieuwe succes bij sommigen teweeg zal brengen. De auteur doet voor de camera alsof ze iets zit te schrijven. De auteur liet zich van boord vallen en kwam boven als witte walvis. De auteur zal ongrijpbaar blijven.